de nieuwe Nederlandse kampioen worden. Wie wordt hier de opvolger? Volkpartij, Volkpartij. Het wordt geen Rabo-renner Tim Kerkhoff. Tim Kerkhoff, Dirk Uijbelaarbrink. Het wordt Tim Kerkhoff. Tim Kerkhoff, voorpakker voor Piotr Havik. Ik zag Mike liggen en toen, toen wist ik wel dat het wel lastig ging worden om nog te winnen voor de andere jongens. Want Mike is toch wel de jongen met het eindschot voor zo'n heuvel van ons team. Dus als teleurstelling natuurlijk. Ik denk dat we inderdaad wel in een goede positie zaten. In de eerste groep goed vertegenwoordigd en in de tweede groep eigenlijk ook. Dus komt het bij elkaar, dan zit je eigenlijk weer goed en kun je weer aanvallen. Dus eigenlijk was het al de hele koers zo dat wij niet achter de feiten aanliepen. En dat was eigenlijk perfect. Ja, dat er zoiets gebeurt in de laatste kilometer, daar hou je natuurlijk... daar wil je gewoon geen rekening mee houden. Ik bedoel, dat soort dingen kunnen wel gebeuren, maar... ik wil niet zeggen dat het overmacht is, maar... Ja, daar hou je gewoon geen rekening mee. Je hoopt gewoon dat hij niet te erg bezeerd is. Ik ben dit jou ook een paar keer gevallen en het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon heel vervelend. Ja, eigenlijk ging dat tactisch ging goed. We waren eigenlijk steeds goed vertegenwoordigd in kopgroepjes. En als dat niet zo was, dan ging de rest weer springen. Waardoor we weer wel in zo'n situatie kwamen. Dus wat dat betreft was het eigenlijk best wel aardig gereden. Alleen jammer van de laatste kilometer.